Ken je hem nog? Dat is de oude solo. Tenminste, het principe is van de oude solo. Goedemiddag allemaal. Welkom bij Online Drumles. Stef aan mijn linkerkant, rechterkant voor jullie. We gaan vragen beantwoorden. En vooral eigenlijk ga ik het intro en het outro van de video's ga ik uitleggen. We hebben zoveel vragen gehad. Ik denk, nou ja, misschien wel leuk om daar een live uitzending van te maken. Dus bij deze. Ik moet uitleggen, vroeger ging ik leerlingendagen houden. En toen was het op een gegeven moment, zeiden mensen, solo, solo. En toen moest ik wat doen. En toen vond ik me dat zo erg. Ik had niks voorbereid. Ik deed niks. En toen ben ik gaan proberen, gaan doen. En op een gegeven moment was ik bezig met Paradiddle Power. Dat is een boek met alleen maar paradiddles, dubbele paradiddles. En daar ontstond eigenlijk een soort solootje uit. En die ben ik eigenlijk altijd genoemd uitbreiden. En ik heb hem eigenlijk heel lang niet gespeeld. Tot wat we toen een intro moesten maken voor die animatie. En nou ja, daar is dit uit ontstaan. En dat is puur vanuit de solo en eigenlijk echt in een notendop. En een heel klein stukje. Dus als mensen aan me vragen van, hey, leg even dat intro uit. Dan heb ik daar gewoon heel veel moeite mee. Want het is niet zomaar even uitgelegd eigenlijk. Er zitten heel veel factoren in. Die wil ik eigenlijk in deze livestream gaan uitleggen. Nou, volgens mij hadden de kijkers dat al redelijk door, want er wordt luid geapplaudisseerd, zeg maar. Oh, dankjewel. Voordat je net speelde. Oké. Sommigen zeiden, ik denk, dat intro, dat duurde toch maar 6 seconden. Ja. dus ik vroeg, moet ik je aan je oren trekken? Ja, voorzichtig dan maar, weet je. mensen zijn wel enthousiast, denk ik, over wat je net hebt gespeeld. Oké, top, en, dankjewel. Ja. Leuk. Volgens mij is dat ook wel een goede introductie in. Het is niet zomaar even gedaan. Nee, zeg maar. Nee. Nee, zeker niet. Dat was ook leuk terwijl we dat intro maakten. Ja. Van ja, je wil zeg maar, je wil iets wat redelijk kort is. Ja. Compact, het moet een tune zijn, het moet herkenbaar zijn, je moet het onthouden, weet je wel. Ja. Die herkenning wilden we hebben. Verzin het maar dan, weet je wel. Ja. Dat was heel leuk om toen te doen. Dat weet ik nog wel. Hoe lang is dat geleden? Nou ja, Edwin Dame heeft nog die intro gemaakt toen. En toen moest ik hem. Edwin, ik weet niet of je kijkt, maar echt, je hebt de intro gemaakt. Echt super blij mee nog steeds. Ja. En hij wilde zeg maar ook dat ik hem opnam en dan ook met stokken draaien en zo. Ja. Dat heeft hij allemaal nagemaakt. Echt prachtig. Vanuit eigenlijk alleen maar dat stukje. Ja, klopt. Dat is wel een leuke. Hij heeft echt de beelden gepakt en dat geanalyseerd en daarmee gekeken van oké, hoe speel je dat nou, zeg maar? Ja. Hoe lang is dat geleden? Volgens mij is dat gewoon toen we begonnen al in het begin ergens geweest. 2015? 2016 dan? Ja, ik zou kunnen. We hadden eerst al de video's gemaakt en toen vonden we het niet compleet, want er was geen begin en eind aan. Ja, er moest nog iets gebeuren eigenlijk. Ja. Toen hebben we die intro-outro gemaakt. Tenminste, dit is het intro dan, hè? Dit is het intro, ja. Klopt. Ja. Outro doen we. Nee, dat is geen hele solo hoor. Dat is alleen maar een soort. We hebben die wel benoemd, dat outro, maar goed. Ja. Nou, die heb ik dus niet voorbereid, dus dat wordt ook een improvisatie. Komt later. Ja, dit is eigenlijk een beetje een principe, een bepaalde basis. Wat ik net deed was eigenlijk alleen maar improvisatie. Gisteravond heb ik hem eigenlijk weer een beetje uit de kast gehaald. En ik vind het dan leuk om voor het blok te staan en out of een comfortzone. En dan gewoon echt, wat ik zat, naar mij dacht ik, dat ging eigenlijk anders dan ik wilde en dat anders. Maar omdat ik hem vroeger zo vaak gespeeld heb, dan zit er gewoon een soort basis in waar je eigenlijk, ik ga nu dat, dat is niet goed. Nou ja, wat is nou niet goed? Ik speel niet met iemand anders mee, dus ik ben gewoon alleen bezig. Dus, dan gaan we daarheen en dan gaan we daarheen. En ja, en dat maakt het improviseren wel leuk. En wat ik doe is bijna voor de helft van dat hele stuk heb ik alleen maar hetzelfde gespeeld. Alleen maar de dubbele paradiddle. En de dubbele paradiddle. Zal ik gewoon maar een beetje gaan uitleggen, toch? Mensen willen ook meespelen. Sommigen zitten achter de drumstel. Hebben de zon verhuild om mee te spelen. Dus ja, oké. Nou, dan gaan we maar beginnen met de dubbele paradiddle. Dit is de dubbele paradiddle. De paradiddle kennen we. Anders wordt het wel een hele lastige les.
Maar de paradiddel is zeg maar para is enkel en diddel is dubbel. Dus je hebt paradiddel, paradiddel, paradiddel. En de dubbele paradiddel is eigenlijk een groepje van zes. Als ik alleen maar even het eerste stukje pak, dan zit er nog een rechts-links voor. Dus dit is eigenlijk het eerste stukje van de paradiddel. Rechts, links, rechts, rechts. Dat is het rondje. Rechts, links, rechts, rechts. Maar er zit dan een rechts, links voor. Dus je krijgt rechts, links, rechts, links, rechts, rechts. En dan draait het patroon zich om. En dan krijg je het tweede stukje. Ik doe het even expres met een rondje. Maar die horen eigenlijk bij elkaar. Dan krijg je links, rechts, links, rechts, links, rechts, links, links. En draait hij weer om. Begin je met rechts. Dus om de zes slagen wissel je eigenlijk van hand. Dus ik noem hem dan even para, para, de, do. Para, para, de, do. Para, para, de, do. Para, para, de, do. Ra, para, de, do. Para, para, de, do. Para, para, de, do. Para, para, de, do. Nou, dan moet je eigenlijk helemaal blauw oefenen. Want op een gegeven moment moet je er niet meer bij overdenken. Ik moet er nu wel even in één keer heel gek, moet ik er ineens wel over nadenken. Want als ik hem snel speel, dan zit hij zo in mijn systeem. Dan hoor ik een melodietje. Maar ja, voordat het zover is. Para, para, dit, do, para, para, dit, do, para, para. Para, para, dit, op. Ja, je zal mij straks echt de meest idiote fouten horen maken, omdat ik het zoveel geoefend heb, dan zit ik eigenlijk al zeg maar, hier qua denken. En dan moet ik hem helemaal onderaan beginnen, wat logisch is natuurlijk. Maar goed, dan is dat in één keer moeilijk. Oké, nu heb ik een beestrum erbij gezet, zodat je eigenlijk wat meer een beat krijgt. En omdat mijn voeten erbij komen, is dit even de makkelijkste stap om erbij te doen. Dus je hebt para, para, dit, do. 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 Dus de eerste even harder. Dan heb je echt een duidelijk begin. Para, para, dit, do. Para, para, dit, do. Para, para. Even wat sneller. En ik doe hem nu zeg maar op de vloot. Ga je hem even herkennen, want langzaam herken je hem niet echt. Dus para. Nou, en als je dan bijvoorbeeld de rechterhand gewoon normaal speelt. En dan doe je die linker, deze doe je dan harder. En dit is dan dezelfde. Dus dan heb je. Dan krijg je een ritme. Dan
kan je dat, de rechterhand kan je gaan verdelen over de toms. En dan heb je zeg maar rechts, links, rechts, links, rechts, rechts. En dan kan je bijvoorbeeld weer overnieuw beginnen. Dus je... Ah ja, dat verloopt natuurlijk ook weer. Dus je hebt, even kijken wat is handig om te doen. Wat ik nu doe, is eigenlijk maar kijken wat is een logische volgorde. Want als ik hem gewoon kriskras door elkaar heen doe, dan gaat hij niet meer klinken als een dubbele paradiddel. Dan verloopt dat, zeg maar. Dus als ik hem, je hebt die rechter, die doe je dan allemaal op een trommel. En dan heb ik eigenlijk dus 5 groepjes. Dat klinkt wel wat logischer. Op die manier krijg je melodietjes en daar kan je mee spelen. Je kan natuurlijk ook de andere kant op doen. Dus 1, 2, 3, 4, 5. En zo kan je zelf groepjes maken en dan ga je in het begin wel op je bek, zeg ik altijd. Want ja, andere geluiden. Je speelt wel hetzelfde, maar door andere geluiden ga je in één keer, dan raak je in de bar. Maar bouw hem op dat je iedere keer uitkomt. Of even kijken wat is handig. Je kan ook je bekkens pakken, hè? Dus je... Gewoon dat je voor jezelf overzicht hebt. Kijk, en op een gegeven moment kan je bijvoorbeeld een rondje maken. Dus wat ik dan in dit intro doe, is dan mijn rechterhand gaat een rondje spelen. Dat is als ik dat zo uitleg. En in 16e noot is het niet zo spannend. Maar als je dat in sextolen gaat doen, of triolen, zoals ik hem nu heb opgeschreven. Dit is een groepje van 4. En als je dan triolen gaat spelen, dat zijn groepjes van 3 eigenlijk in een tel. Of sextolen in groepjes van 6. Dan komt het niet meer, dan wordt het niet meer, dan klinkt het niet meer zo logisch. Dan komt hij nu pas uit. Ik weet niet eens hoeveel rondjes het zijn, maar tel maar van mee. Ik doe met mijn rechterhand, dus uit. Net voor de herkenning. Dat kleine stukje daar heb ik maar de parleurs op geoefend, maar dit is wel dit stukje. Ik begin dan trouwens hier, dus maar, alleen dat kort stukje, want ik heb hem ook uitgeschreven. Hier gebeurt dat. Rustig blijven, niet in paniek raken, al noten. Blijf ademen. Deze. Daar ben ik nog helemaal niet. Wacht even, ik ga te snel. Want als ik hem heel even uitleg, want die voeten heb ik nog niet helemaal gedaan. Dan gaat die bassdrum, die komt dus voor de tel. Deze heb ik net niet gedaan dan nog. Zo. Die.
Dus je zit dan voor de tel. Dus als ik hem eerst 1 nummer, 2 nummer, 3 nummer, 4 nummer, 1 nummer, 2 nummer, 3 nummer, 4 nummer, 1, 2, 3 nummer, 4 nummer, 1 nummer, 2 nummer, 3 nummer, 4 nummer, 1 nummer, 2 nummer, 3 nummer, 4 nummer, 1 nummer. En dan langzaam, ik kan het gewoon niet langzaam. Ik ga nu gewoon keihard op mijn mel, jongens. Pure herkenning ga je krijgen nu. 1. Ja, ik kan het gewoon niet. Ik kan het alleen maar snel. Dat is zo irritant. Dat vind ik het moeilijkste van lesgeven. Je kan het pas echt. Dan moet ik hem eerst langs sneller spelen. Ja. Nou, ik vind het gewoon leuk om te laten zien dat ik ook op mijn bek ga. Want dit is gewoon precies wat er bij jou ook gebeurt. Dus daar baseer ik gewoon heel mijn cursus op. Dat is gewoon het geheim van online drumles. Want als ik het langzaam kan spelen, dan kan jij het ook. Nee, ja. Niet verklappen. Oh ja, dat is geheim. Dat is geheim. Het is wel gewoon blijven oefenen. je moet gewoon oefenen. Maar dat heb ik inderdaad ook echt gemerkt. Van, stel, je hebt iets zo vaak geoefend. Ja, precies wat je nu laat zien. Ja. Maar die valkuil is hetzelfde. Ja. Gewoon die coördinatie die dan weer... Dat je zeg maar, je kan bewijzen van, oké, je oefent iets. Je moet weten dat het zelf ook heeft lesgegeven. Ja, ik heb ook lesgegeven, dus ik weet ook een beetje waar ik over praat, gelukkig. Ja. Maar je oefent iets. Nou ja, op een gegeven moment dan hoef je niet meer na te denken over elke stap. Dan krijg je een volgende moment dat je hem zeg maar kan gaan spelen. En dan, nou ja, dat zei Leon ook wel eens, nou, dan ga ik aan de boodschappen denken en dan klaar. Ja. Dan lukt het gewoon niet meer, zeg maar. Precies. Dan zit je gedachte ergens anders. Ja. En dan ben je er vanaf. Ja. Dat moet je herkennen als je die lessen leert. Op een gegeven moment denk ik van, dan zit ik zo geconcentreerd, want dat is wat je zegt. En dan op een gegeven moment kan je aan andere dingen denken. En dan gaat het nog goed. Maar dan denk je ineens van, maar wat ben ik eigenlijk aan het doen? Ja. Pats, eraf. Ja. Dat is het moment dat dan ga je eraf. Ja. Dan moet je je focus weer terugpakken of zoiets. Ja. Nou ja, dat is zo'n moment daar moet je voorbij kunnen komen, zeg maar. Maar ja, hier ook. Ik heb Leon dit volgens mij, toen ik 13 was of zo, al horen spelen, zeg maar. Dat patroon met die dubbele paren diddle. Toen had je al die solo's, zeg maar. Ja, en ga dan maar terug naar het gewoon... Ja, weer nadenken over de coördinatie. Ja, dat is echt zo raar. Dat ik zei gisteren tegen een nieuwe leerling... Het is net alsof je gaat nadenken als je van de trap af gaat lopen. Ja. Nou, de kans is groot dat je dan op je mel gaat. Toch? Dus probeer het niet uit. Nee. Of ja, als je de matras onder hebt liggen of zo. Ja. Maar dat heb je zo vaak gedaan, zo vaak geoefend. Ja. Ja, het is gewoon niet te doen. Ja. Maar ja, wel leuk om te zien. Ja. Voor iedereen leuk om te zien. Het boeit me ook helemaal niet. Maar... Ja, was je klaar? Ja. Okay. Gewoon weer verder. Kijk. En, maar wat ik dan met mijn voeten doe, dan vul ik alles op. Dan heb je een patroon van 3 slagen, waarvan ik op de eerste een bass drum, op de tweede een hi-hat voet. Misschien moet ik deze pakken. Doe hem die even. Oké, kan ik zo? Ja, dan zie je precies mijn voeten. En dan moet ik hem even tellen hoor, want dan heb je 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2. En dan moet je uitkijken dat je niet gaat hangen. Dat is wel heel goed voor je buikspieren. De sportscholen zijn dicht, dus, of die gaan dan weer open, maar dat is wel heel goed om te trainen. Maar daar hebben we niet zoveel aan, want je gaat heel erg in de lucht trappen. Dus je moet natuurlijk helemaal niks, maar als je goed rechtop zit en je leunt een beetje voorover, dat als je je benen weg zou halen, dat je eigenlijk... naar voren klapt. Dat je wat meer druk krijgt op je tenen. Dus. Want dan krijg je dit. Je hoort het ook in mijn spel. Het wordt een beetje zweverig. Het letterlijk. 1. En langzaam. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Nou, om dan dit te oefenen, pak je eerst alleen je rechterhand. Doe je alles opvullen met je rechterhand. Dat kan je altijd proberen. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3,
Nou, dat hou je een tijdje vol en dan ga je met links. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Dan ga je het afwisselen. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ja, enzovoort. Ik kan het niet, maar jij doet het waarschijnlijk beter. En op een gegeven moment dan ga je hem steeds korter maken. Dus eerst doe je de hele tijd rechts, naar links. Nou, gaat goed, dan maak je hem korter. Bijvoorbeeld, maak ik eerst 1 maat. Dus 4 keer 3 is 12. 12 slagen met rechts, 12 slagen met links. Dan maak je hem, ga je hem halveren, doe je 6 slagen met rechts, 6 slagen met links. En dan ga je hem steeds korter maken. En op een gegeven moment kan je hem om en om spelen. Twee keer rechts, twee keer links. En dan is de kunst dat je alles goed en recht onder elkaar speelt. Dat je niet, dat het niet dit wordt. Want dan is het wel ongeveer, maar dat klinkt wel, ja, dat gaat nergens over. Je wordt ook gelijk gestraft, want dat klinkt gewoon niet meer strak. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1. En dan ga je hem opbouwen, want ja, je begint gewoon iedere keer weer vanaf nul. Bij iedere, dit zijn grote stappen. Dat, als dit niet gelijk lukt, dat hoort er eenmaal bij. Dat is eenmaal zo. En op een gegeven moment kan je hem. Met twee trommels. 1, 2. Hoe ga ik het tellen? Doe ik hem. Para, para, dit, do. Para, para, dit, do. Para, para, dit, do. Ik denk niet goed. Para, para, dit, do. Para, para, dit, do. Para, para, dit, do. Para, para, dit, do. Nou, dan op een gegeven moment ga je melodietjes horen. En dat is een mooi moment, want. Kijk, ik vind dat iedereen kan leren drummen. Dat sowieso. Als je vanuit coördinatie denkt, kan iedereen het leren. Als je zelfstandig op een kruk kan zitten en je kan je beide handen en voeten bewegen, kan jij leren drummen. Daar ben ik 100% van overtuigd. Online drumles is daar het bewijs van. Als je op een gegeven moment vanuit coördinatie een melodietje gaat horen, dan moet je dat loslaten. Dan ga je met je oren spelen, noem ik dat. Dus dan ga je muziek maken op je oren. En dan ga je de volgende stap maken. Dus op een gegeven moment, daarom kan ik nu ook bijna niet die coördinatie langzaam doen. Kijk, als ik hier lessen van maak, dan ga ik dat oefenen. Maar dat heb ik niet gedaan. Excuse moi. Maar op een gegeven moment wordt het een melodietje. En dan laat je die coördinatie lekker los. Para, dit, para, para, dit, para, para, dit, para, para, dit. En dan ga je weer van voren af aan beginnen. Dan ga je weer die coördinatie oppakken. Ga je weer op die trommel. Eigenlijk hetzelfde verhaal wat ik net zei. Maar als je dat allemaal tegelijk wil doen, dan zeg je nu per direct je abonnement op. Dan ga je stokken in de hoek van de kamer en dan kap je ermee. Maar bij iedere verandering met je voeten bijvoorbeeld, moet je echt weer onderaan die ladder beginnen. Het is zo. Ik vraag me niet waarom, maar het werkt nou eenmaal zo. Dus als je dat kan accepteren van jezelf, dan ga je, oké, moet ik gewoon vanaf nul beginnen. Enzovoort, enzovoort. En dan ga je je eigen melodietje maken. Want het maakt niet uit waar je op slaat eigenlijk. Als je maar die coördinatie in de gaten houdt. Dus dat is eigenlijk de basis van mijn improvisatie. Ik heb dat zoveel geoefend. Linksom, rechtsom, ondersteboven, links. Heel veel combinaties heb je dan. En dan is het, ik noem het wel eens gekscherend, dan gooi ik het in een doos. En dan schud ik.
En dan doe ik hem open en dan maakt het eigenlijk niet meer uit wat je doet. Want je hebt alle combinaties al geoefend. Vanuit coördinatiegedrag. En dan ga je muziek maken. Stef is er mee eens. Daar ben ik blij mee. De mixer? De mixer. Oh ja, oké. Okay. Ah. Ik kan nog een toevoeging, maar niemand hoort me. Niemand hoort jou? Denk ik. Ik hoor jou ook niet. Maar kan jij aan of niet? Moet ik je aanzetten? Hij is op 70%, 75. Wat? Je laptop? Dit is allemaal veel te lang, hè? Oh. Nou ja, we maken nu connectie met een mixer, zeg maar. Ja. Oké, okay, we maken nu connectie met een mixer via wifi. Dat is een nieuw spul. Nieuwe shit, man. Dikke shit erbij. Maar dan moet hij wel geconnect blijven, zeg maar. Want ja, nu kan ik mezelf natuurlijk niet muten als ik uit. Maar ik had wel één toevoeging. Ik zit er toevallig op. Ik had dus ook met leerlingen, ik weet niet of iemand dit ziet. Vind je op de camera? Ja, met leerlingen die hadden dat ook, dat ze gingen... Ja, zweven. Als de voeten gebruikt moesten worden. Ja, dan gaan ze niet recht. Dan doen ze de voet. Als je je voeten niet op je pedalen houdt. Of ze zitten niet recht, zeg maar. Dat kan ook. Onderuit gezakt. Ja. Dat soort dingen. Dan ga je draaien. Ja. Had ik het idee. Pakken we een balanskussen. Dat wordt in fysio gebruikt. En sommige kinderen zullen het ook herkennen. Die iets drukker zijn dan gemiddeld, zeg maar. Maar. Als je hierop zit, op de rand, dus je zit zeg maar met je voeten die kant op en je zit hier, dan moet je wel gaan balanceren. Ja. Dan word je gedwongen om die balans te gaan houden. Dus heb je daar nou echt last van? Ja, je kan zo'n ding proberen om die balans mee te oefenen. Dat heb je trouwens niet eens lang nodig. Nee, je moet het even voelen. Ja, want wij hebben van die krukken die draaien. En als ze niet goed recht zitten of je gaat krom zitten, dan ga je eigenlijk al draaien gewoon weg. En dan kan ik natuurlijk 100 keer zeggen van ja, voet op de pedalen, rechtop zitten. Maar ja, vroeger zat ik in de klas ook onderuit gezakt en dat deed je dat gewoon niet. Totdat je ze op die kruk zet met zo'n kussen. Nou ja, als ze het niet doen, dan liggen ze gewoon eraf. Ja. Letterlijk. Ja, je valt gewoon om. Ja, je valt gewoon om. Dus zo moet je wel rechtop zitten. Ja. En dan doe ik dat eigenlijk vaak maar 1 of 2 lessen en dan hebben ze het. Ja. Werkt gewoon. Dat is echt grappig. Een wonderkus. Wonderkussen. Ja, die PDF, hè? Ja. Heb je die ergens staan waar ik bij kan? Of niet? Bij werkmap opnames. Oké, okay, kan ik daarin? Weet zit die in jouw eigen. Nou, kan ik wel. Ik kom er wel in. Dus ja, oké. Okay. Dat wel verregelen. Ga ik verder? Waren er nog vragen tussen? Ik moet heel even spieken. Nou, één vraag die ik vaker terug zie komen: waarom vind je dat live zo leuk? Ja, in de noten erop, ja. Ja, ik vind het gewoon spannend. Voordat we beginnen. Dus. Ik treed niet meer op met bandjes, dus dan is dit mijn live. Ja. En ik vind het gewoon spannend. Dus als straks de kamer uit is en denk ik van... Oh, het is goed gegaan. Oh, het geeft me gewoon een bepaalde adrenaline kick of zo. En dan, ik vind het gewoon leuk. En ik vind het gewoon eigenlijk gewoon verschrikkelijk. Dat is eigenlijk wat het is, maar ik weet niet. En ik vind het gewoon leuk. Ik wil gewoon weten wat er bij jullie speelt. Dus die vragen zijn voor mij interessant. En ik moet natuurlijk gaan presteren. En het is voor mij echt een optreden. En ik speel niet meer in een band. Dus heb ik dit als compensatie. Nou ja, dit vind ik enger dan optreden in een bandje. Want dan heb je nog met allemaal zangers, gitaristen. En dan kan je lekker verschuilen. Doe je gewoon je dingetje. En nou doe je het alleen. Even kijken... Dus Danny vroeg van wie heb je dat weer geleerd? Ik weet niet waar dat precies over gaat. Misschien over dat kussen, maar... Dat was een associatie die ik had. Ja, oké. Okay. Geen idee. Ja, het gaat natuurlijk over... Anders ga je hangen. Ja. Je hebt bepaalde... Je kan natuurlijk gaan hangen, dan ga je met je voeten zweven. Ja, die kussen gaat echt helpen. Verder eigenlijk nog weinig vragen. Ja, iemand vroeg van... Is dit de paradiddle-diddle? Dat is al een hele tijd terug. Paradiddle-diddle is... Hebben we ook wel beantwoord, maar misschien wel leuk om even te laten zien wat het verschil is. Het verschil tussen paradiddle-diddle, als je weet... Ik vind het makkelijker onthouden als je weet dat para betekent enkel en diddle betekent dubbel. Dus paradiddle-diddle is rechts-links enkel, dubbel-dubbel. Dus rechts-links, rechts-rechts, links-links.
is eigenlijk een groepje van 6. Dat is een pararididdel. Ja. En de dubbele pararididdel noem ik dan ook vaak, als ik hem ga uitleggen, doe ik hem para-paradiddel. Para-paradiddel. Dan leer je hem wat makkelijker spelen. Want dubbele pararididdel, die kan je niet echt lekker meetellen. Dus dan is het dubbele pararididdel is para-paradiddel. Para-paradiddel. Enkel-enkel-dubbel. Enkel-enkel-dubbel. Dus het verschil is een groepje van 6 of 12. Ja. En nog dus eentje van... Ja, wil je hem laten horen? Ja, ik laat maar voor. Dus, okay. Dus dan is dit even niet relevant. Maar even vanaf boven. Paradiddel, diddel, paradiddel. Een eentje van Steve Gett is dat, geloof ik. Dit is de paradiddel-diddel. Nee, dat is dat niet. Ja, oké. Ik ga te snel natuurlijk. Maar die zit niet in dat stukje. Dat is echt een ander stukje. Maar komt ook eerder uit als ik die verschil heb. Ja, die is dan wat, vind ik wel wat saaier voor in de solo. Dus paradiddel-diddel. Dat het patroon langer is, kan ik eigenlijk wat leukere dingen mee doen, vind ik. Ja, Erik, bedankt je voor die uitleg. Oké, alsjeblieft. En afwisselen is natuurlijk, ja, je kan ze ook nog afwisselen. En dan is het dus ook met links leidend gaan spelen. Ja, ja, je kan hem ook omdraaien. Maar dat is weer een andere les, denk ik. Moet ik eerst oefenen. nou, dan kun je dan een groove van maken. Paradiddel-diddel. Dus doe ik even rechts op de right, staat op mijn hi-hat, maar dan heb je dus de kruisjes van je right. En dan de kleine nootjes, de dunne nootjes, dat zijn dan ghost notes. En die linkerhand in het midden van die maat, die speel je hard. Dus als je hard wil spelen, doe je dat vanaf hoog. En een ghost note, die hou je laag. Dus even iets meer beeld. Dus zo speel ik de middelste noot en de rest is gewoon laag. Dus als ik nu speel, is het para, para, diddle, para, para, diddle, para, para, diddle, para, para, diddle. Nou, als je de bass drum op de 1 doet, dan krijg je een groove. Sneller. Weer hetzelfde patroon met je voeten doen. Hey, twee, drie, vier,
2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. En hierbij is het weer belangrijk dat het weer allemaal recht onder elkaar komt. Dan praat de prijs moeilijk. Ik moet eerlijk bekennen, als ik hem oefen, kan ik hem natuurlijk mooi gelijkmatig doen. Maar het is dan langzaam of ik kan in één keer een grote stap maken. Dat is, even kijken hoor, wat hebben we nog meer? We hebben die, dan ga ik hem wel even terugpakken zo. Papapap. Als je die hebt. Je kan ook even een screenshot maken, hè? Dan heb je ook gelijk de noten. Dus je hebt... Dat staat er en dan met die voeten in dat laatste patroon. Dus je hebt maar, dat is niet goed. Want dan ga ik terug naar die snare. Dan heb je dit stukje. Dan gaat die net even anders klinken. Dus dit is natuurlijk weer rechts-links. Omdat die linker is al hard. Dan krijgt die rechter er ook bij. Dus je hebt dat laatste. Dus je... Dan krijg je dat vuurwerk. Maar goed, ja, als je dat moet leren, dan is dat toch even te snel. Je gaat hem gewoon rustig opbouwen. En als je dat begin hebt, dan heb ik hem... De eerste drie noten zijn tweede tom, eerste tom, floor tom. En dan heb je de vierde, is dan de 1, is dan met je crash. Deze is belangrijk dat je in gelijke afstanden speelt. En dan krijg je gelijk die voeten erachteraan. Dus je hebt je van... Pak hem gelijk op. En dan kan je die laten doorlopen op een gegeven moment. En dan maakt hij roffel. Met dank aan de harmonie. Dit kon ik eerder dan drummen. En als ik dit wil uitleggen, dan doe ik dit. Hoofdstuk 26, online drumles. Als je je stok vast hebt en je hebt hem goed vast. Meestal als je hem visueel pakt, dan pak je hem op 3, 1 derde, zeg maar. En dan heb ik hem zo vast. Mijn vingers die raken die stok niet. Dus ik zou hem ook zo kunnen doen. En dan is het... Laat je hem stuiteren. Nou, linkerhand precies hetzelfde. Alleen ik speel traditioneel. En dan heb ik eigenlijk alleen maar tussen mijn duim en mijn hand bezig. Ik heb het ook geleerd door gewoon aan de... Aan de tafel bij mijn ouders, vroeger, gewoon met een mes op mijn bord zo. Op zijn potjes. Het is meer dat je het gevoel kan. Vonden ze niet leuk. Dus er werd het mes afgepakt. De kaak. En nu? Toen deed ik het met een vork. Dat gaat nog beter, moet je maar proberen. Vork gaat nog veel beter. En die werd natuurlijk ook afgepakt. Ik huilen. Tranen, tuiten. En lepel, maar dat gaat niet. Lepel, als je met een lepel kan roffelen, dan ben je echt goed. Maar goed, je hebt dan... Je moet hem zo lang mogelijk laten stuiteren. Dan kan je hard drukken.
is hij heel gauw uitgerd. Maar als je hem te los doet, dan stuit het hij ver omhoog en dan duurt het te lang. Dan heb je dus een beetje harder drukken, zachter drukken. En dan probeer je dat je hem zo lang mogelijk kan maken. En die zo dicht mogelijk bij elkaar doet. Linkerhand precies hetzelfde, want die wordt vaak vergeten. We gaan eerst 10 keer, 20 keer, 30 keer rechts doen. En dan gaan we met links beginnen. En dan zeg je, linkerhand is het niet. Ja, logisch. Links moet je eigenlijk 2 keer zo vaak oefenen. Mits je rechtshandig bent. Dus doe je een paar keer rechts, een paar keer links. En dan ga je hem korter maken. En dan heb je eerst apart. Maar dan hoor je nog steeds een gat erin. En dan probeer je bij elkaar te doen. En dan hoor je nog steeds dat je... En dan heb je, zeg maar, leg ik het zo uit. Je hebt r en je hebt r. Zo. En als je hem zo tegen elkaar legt, dan hoor je 2 apart. Maar als je hem een beetje over elkaar heen legt, dan krijg je hem vloeiend. Dus de truc is, ik zet die in en voordat deze klaar is, zet ik die al in. En voordat die klaar is, zet ik die alweer in. Dus het is... Heel veel luisteren eigenlijk. Je kan dan de zijkant van je snare beginnen. Die is wat strakker. En je kan het overal doen. Als je op een plankie of het maakt niet uit. Vaak gaat het nog beter als je hem gewoon op een kast of op tafel, gewoon een hard materiaal hebt, want dan stuit die stok makkelijker terug. En dan is de... Maar eigenlijk wat ik doe is alleen maar zo, hè. Ik heb alleen maar mijn duim en mijn wijsvinger vast. En mijn vingers die komen er niet aan vast. Want dan stopt dat trillen. Dus het is echt dit. Dit heb ik. Zo. Ja, en dan is het natuurlijk ook oefening. En dan met die voet erbij. Ik zit nu ook een double te spelen. Die klinkt wat meer open. Dit is een gesloten roffel. En dan... Een double. Dan speel ik 2 keer rechts, 2 keer links. Die, een beetje een press roll wordt het ook wel genoemd. Schil. Double. Press. Dus als ik hem harder wil spelen, want een press roll kan ik wel zachter spelen. Kan ik hem mooi opbouwen, zeg maar. Of is het zacht. En als ik hem harder wil spelen, pak ik echt de double stroom. Dan kan ik hem even wat meer kracht geven. Maar het is heel veel oefenen. Ik hoop dat ik een beetje duidelijk heb gemaakt dat het niet zo een stukje is die je zomaar na kan spelen. Ik kan niet zeggen van, joh, doe dat en dan dat en dan ken je hem. Hier zit wel een beetje tijd in. Nou, Tini zegt wel dat jij het goed uitlegt. Oh, dus, dankjewel. Okay. Dan kan je mooi in je zak steken. Hoptee. Komen we eigenlijk wel een beetje veel vragen nu okay. Naar boven. Kom op met die vraag. Even kijken. Ik begin even met Arjan, want daar ben ik eigenlijk net nog mee in gesprek over. Arjan? Hij heeft... De Arjan? Arjan Koeheijn. Ander Arjan. Hi. Ander Arjan. Hij zegt eigenlijk, ik heb een Roland gaasvellen. Vroeger had hij een elektrisch drumstel met rubbervellen, maar het roffelen lukte toen niet. En nu met die gaasvellen gaat het een stuk makkelijker. Ik heb al even laten doorschemeren van, ja, wij
vinden zelf dat je, nou ja, het is een soort trampoline, dus het gaat wat makkelijker. Dat vinden wij persoonlijk het nadeel van Roland. Ja, moet ik er wel bij zeggen, als je van Roland naar akoestisch gaat, ik hoor aan mensen of ze gaasvellen spelen en dan een roffel willen spelen. Ja. Dus als je gewoon Roland blijft spelen, dan is het gewoon en goed. En live speelt, kan ook hè, want er wordt, ja? wordt nu ook veel gedaan. Gewoon live elektrisch spelen, zeg maar. Als je daarbij blijft, is het natuurlijk prima. Ja. Maar speel je daarna op een akoestisch drumstel, dan klinkt het anders. Ja, precies. Hele dus andere techniek. Dat is even het ding, ja. Het wordt wat makkelijker. En dat mes wat je net zei, dat is herkenbaar bij mensen. Ja, ja. die weten dat. Dus ja, dat voor gaasvellen is dat dus wat lastiger. Nou ja, probeer het dan inderdaad ook weer eens op die rubberen vellen. En dan merk je dat je een andere techniek nodig gaat hebben. Ja. Maar dat is eigenlijk bij dubbelstrook, wat ik me herinner, is dat jij ook wel eens zei van oké, probeer het eens op een kussen. Ja. Maar dat is echt een dubbele slag. Dus dan... Dat is echt werken. Dat is echt werken. En dan voel je ook echt dat je dingen met je vingers moet doen. Alleen ja, dat is iets anders dan een roffel. Ja, ja, ja. Dat is wel een andere techniek. Als je echt die dubbelstroken hebt, dan... kijk, als je dit op een kussen doet, is die gewoon dood. Ik geef niks mee. Dus als je een dubbel op een kussen wil, dan moet je echt vanuit je pols. Ja. Dus dan voel je dat. Net als op een floor tom. Dit is voornamelijk pols. En ja, hoe harder je materiaal, dan kun je gebruik maken van je rebound. Of hoe strakker je vel. Want als je, zeg maar, die marching corps vellen, zeg maar, die staan ook echt op hoge spanning. Ja, knijt te strak. Echt, ja. Nou, ik heb er zelf nog niet eens op gespeeld, maar je hoort gewoon dat zo strak staat. Ja, het is dat Kevlar. Het kan zo strak zitten. Ja, heel gaaf wel. Ja, ja, ja. Maar het is ook een andere sound, hè. Want, dit is natuurlijk want als ik makkelijk wil roffelen, dan zet ik hem strakker. Ja. Maar ja... Want als ik ook dit knuffel, dan moet hij gewoon voller klinken. Ja. Het is anders. Ja. Dus daarom ga je een beetje aan de zijkant. Want daar is je vel strakker. Ja. Even kijken. Een andere vraag. Komen de rudiments ook in de lessen voor of is dit apart oefenen? Vraagt Erik. Ja. Ja en nee, want niet alle rudiments staan erop nog. Niet alle rudiments staan erop. Nee. Stuk single stroke besteden we uitgebreid aandacht aan. Er komen een paar keer terug. En doubles, paradiddle. Ja. Ook met variatie erin. Vooral in de coördinatietraining is die te vinden. Ja. En echt op laag tempo. Ja. Het begint laag. Rustig tempo begint het mee. Ja. En... Je moet zo zien, we zijn voor de beginnende drummer. Dus ik vanuit witte stok, als je nog niks kan, patatak. Ik kan wel gelijk met een vijfstok roll komen daar. Maar daar ben je nog helemaal niet. Dus het heeft niet zoveel zin nog, denk daarin. Dus het is niet zoals ik lesgeef. Ik had van de week nog met iemand over. Als je echt traditioneel lessen hebt, dan begin je met single stroke, double stroke. En dan ga je oefenen. En de eerste 2 jaar heb je alleen maar een plankje of een snare. Zo heb ik nooit lesgegeven, want ik vond dat vroeger niet leuk. Als je bijvoorbeeld dit kan spelen, dan ga je lekker muziek aanzetten en dan ga je lekker rammen, want dan leer je ook slaan. Dat gaat, want heel veel gasten die vinden het gewoon lastig om te slaan. Ja, misschien iemand anders, maar gewoon echt slaan dat het niet dit is, zeg maar. Dus je leert ook gewoon echt slaan op het drumstel. En vanuit daaruit kreeg ik vanzelf wat de vraag van, ah ja, maar hoe doe je dat? Hoe doe je dat dan? Maar dan wil je het ook oefenen. Dus ik heb het eigenlijk altijd omgedraaid. En ik ben nu bij blauwstok bezig en er komen steeds meer rudiments bij. Dus ik neem dat gelijk mee in het groeien en het leerproces. Dus er komt zeker alle 40 rudiments, die gaan daar sowieso op. Want de rudiments, ik weet niet of je dat weet, maar dat zijn de basisslagen voor het Amerikaanse leger. Dus rudiments beginnen met single stroke, dan heb je double stroke. Paradiddle, nou dat is allemaal bekend. Maar dan heb je bijvoorbeeld ook de 5-stroke roll. Dus vanaf de zijkant. Misschien even. Dus dat is double en dan accent. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Maar ook.
Komt allemaal. Maar sowieso oefen je natuurlijk iedere dag de single-strook en de double-strook voordat je gaat beginnen, toch? Ja, mooi, heel goed. Want die moet je echt erin houden. Leugenaar, dat doe je helemaal niet. Dat zouden jullie allemaal moeten doen. Single-strook, voordat je gaat beginnen met drummen. Even 2-3 minuten single-strook. Eigen tempo, je bouwt hem op. Dan pak je dus 2 dingen in 1. 3 eigenlijk. Je bent aan het warm spelen. Je bent je techniek aan het trainen. En het gaat werken als een soort meditatie. Je komt van school of met je werk. En dan wat is het nou lekker om even lekker op standje 0 te zetten. En even lekker weg. En dan pak je 3 dingen in 1. Doen. Echt. Ik doe het ook. Ik doe het 1 uur. Ja, hele moeilijke vraag ook natuurlijk. Ja. Luc die vroeg nog van na welk hoofdstuk zou je dit op een redelijke manier moeten kunnen spelen? Ja, het is echt minimaal rood. Ja. Ja, echt wel. Daarom staat hij nog niet op de cursus. Ja. Maar ja, het is zoveel vragen. We bouwen hem gewoon vanaf het begin natuurlijk op. Ja, dus we bouwen hem echt op. En dan, ja. Ik denk dat je tegen die tijd... We zijn nu bij Blauwe Stok. Meer dan 1000 lessen. Ik ben gestopt met tellen. Vorig jaar heb ik al meer dan 1000 opgenomen. En we stonden natuurlijk al een zootje op. En dit jaar heb ik geloof ik 180 opgenomen dit jaar. Ja, ik denk 3-4 jaar lesmateriaal staat er nu op. Moet je wel iedere dag oefenen. Erik doet die warm-up in ieder geval wel. Heel goed, Erik. Elke dag 10 minuten opwarmen. Heel goed. Luisteren naar de meester. Even de laatste, denk ik. Arjan. Ja? Ja, eigenlijk de hoofdvraag. Ja? Hoe kan je dit ritme spelen en ondertussen roffelen? Wat je net deed. Kan je dat uitleggen? Hoe doe je zeg maar je voetenpatroon en ga je daarna je handenpatroon erop leggen? Ja, hoe doe je dat? Dat begint bijvoorbeeld met alleen maar de B-strum. En dan ga je alles overheen spelen. Dus als jij... Erik doet het natuurlijk al. Maar luister goed naar Erik dan. Want je doet de single-stroke en de double-stroke. Dus overal alles wat je oefent met die rudiments, met inspelen, doe je bijvoorbeeld al een B-strum erbij. Dus om de 4 slagen. 3. En we hebben ook... was toen een challenge van 10 dagen. Bij Blauwstok staat hij ergens. Maar dan doen we die single stroke en dan ga je ook je voet om en om doen. En dan, het is niet zo dat je zegt, ah ja, ik doe alleen dit de hele tijd oefenen. En over 2-3 weken, ja, dan kun je alles eroverheen. Zo werkt het niet. En dus alles is in combinatie met, want ja, drummen is coördinatie. En dus als je dan die single stroke oefent, doe je gelijk de beesten erbij. Of een andere patroon. Iedere keer pak je een patroon erbij. En op een gegeven moment zit dat er zo in. En dan is het, als je bijvoorbeeld een single stroke hebt. En vanaf de zijkant. Vanuit de single stroke kan je natuurlijk ook dubbelen. Dat is dan een iets kleinere stap. Maar sowieso alle rudiments met de voeten erbij. Dus het is niet zo blikkie voetjes en blikkie handjes en doen we bij elkaar en de pannen een beetje roeren. Nee, helaas. Pindakaas. Pindakaas. Ja. Even kijken hoor. Ik zeg wel eens tegen kinderen, ik krijg dat als... Maar hoe doe je dat dan? Ik zeg, ja, heb jij geen USB-poort achter je oor dan? Heb je dat niet? Geen USB-poort achter je oor? Dat doe je het gewoon even downloaden. Gewoon drummen downloaden. Dat is toch niet zo moeilijk tegenwoordig? Nee, dan zijn ze me wel gek aan te kijken. Want dat snappen ze dan in één keer wel. Maar wij kunnen het niet downloaden. Niet op die manier. We zullen het echt moeten trainen. Echt moeten oefenen. Ja, en dat het oefenproces... Ja, ik vind dat leuk. En heel veel leerlingen vinden dat ook leuk. Het is gewoon lekker dat bezig zijn met dat drummen. Dat geluid. Dat hoort bij het leren drummen. Ja, iedereen bedankt. Bedankt je voor die uitleg. Dankjewel, graag gedaan. Ik probeer op de valreep nog even de pdf in de chat te gooien. Ik zie al dat het 2 uur is. Of 4 uur. Daarom. Jeetje! Gaat snel. Zeker. Ja.
Nou, PDF gooien we nog even in, denk ik. Richting afsluiten. En dan stuur je een mailtje, dan gooien we die PDF daarin. Ja. Nou, hij komt ook sowieso op de website, komt hij ook nog. Ja. Maar ik heb hem nu in ieder geval in de chat, dus mensen kunnen hem nu... Oké. Okay. Je kan hem nou downloaden, want straks gaat hij offline, hè. Dus download hem even, die PDF. Ja. En deze komt sowieso op de website. Ja. Bij de Q&A... Nee, niet bij de Q&A. De live-lessen. Wiki, drumwiki hebben wij een pagina. Er staat ook Q&A bij. Ja. Maar er staat ook livestream. Dus dan kan je deze versie kan je altijd even terugkijken. Ja. Als je nog geen online drumles hebt en je bent benieuwd wat we doen, dan kan je je aanmelden en kan je de eerste 14 dagen bij alle meer dan 1000 lessen. Begin gewoon bij het begin. Dan ga je gewoon ervaren hoe het is, hoe ik lesgeef. Past het bij je? Dan hoef je voor de rest niks te doen, want dan ben je al aangemeld. Vind je het niks of denk je er anders over? Helemaal prima. Meld je je gewoon af en dan zit je nergens aan vast. En dan heb je gewoon 2 weken gebruik kunnen maken van onze lessen. We hebben heel veel lekker oefenen, noemen we dat, achter de lessen. Waarbij ik je meeneem in het oefenproces. Want het is gewoon oefenen met populaire muziek. En ja, wat kan ik nog meer vertellen? We hebben bladmuziek lessen, heel veel liedjes. Momenteel staan er rond de 50 liedjes staan erop. Die leg ik vanaf het allereerste begin uit. Liedjes staan op de plekken waar je ze zou moeten kunnen spelen. Witstok, simpele liedjes en dan wordt het steeds moeilijker. We hebben de coördinatietraining, leg ik je echt stap voor stap uit. En dat helpt je bij de hoofdstukken. Dus vanaf verschillende kanten kan je die website beleven, ervaren, oefenen. En dan kun je altijd nog onder de les nog je vragen, opmerkingen, suggesties. Of misschien heb je wat te liegen, doe dat, kan dat ook daar. Dus ja. Allemaal plaatsen. Allemaal goed. Ja. Dankjewel voor het kijken. Ja. Voor je tijd. Iedereen bedankt jou ook voor de les. Gedaan. Stef natuurlijk bedankt. Niet vergeten, want het geeft me wel heel veel rust. Ja, zeker. Hij staat alles op en ik hoef helemaal niks te doen. Ik hoef alleen maar binnen te komen. Lekker. Yes. Dus. Oké. Okay. En nou, het outrootje heb ik nog niet gedaan, maar die gaat... dat is hem, hè. Ja. Ik zal hem even... die is tussen. Maar die leggen we wel een ander keertje wel even uit. Want het is nou alweer een beetje laat. Ja. Dus lekker oefenen, dubbele paradiddel. En dan zie ik je in de volgende livestream. Is laatste zondag van de maand. Gaan we lekker verder. Yes. Ja? En Klein, mag ik mijn verjaardag cadeautje verklappen? Niet helemaal. Niet helemaal? Dat wordt allemaal nog verteld natuurlijk. Oh. Maar ik ga mijn verjaardag vieren. Ik heb een cadeautje voor jullie. Check de website. Ja, dat is een goeie. Dankjewel voor het kijken. Yes. En ik zie je graag weer de volgende livestream. Of op online drumles. Namens Stef. Dankjewel. Doei. Ah.